gasten, welkom bij de nieuwe. Niemand? Vraagje vrijdag. Wauw, we hebben één iemand die het weet. Het is niet Jury. Ik wist het ook wel, maar zij moet het ook een keer zeggen. Oh god, heb je één idee wat Vraagje Vrijdag is? Nee. Echt niet? Nog nooit gezien? Nee. Oké, is het vrijdag vandaag? Ja. Ja, precies. Zijn er vragen vandaag? Misschien. En gaan wij die beantwoorden na de intro? Oh ja. Tot zo. Tot nu toe is er nog niemand geweest van al onze gasten die ooit Vraagje Vrijdag heeft gekeken. Dat is jammer. Ik heb er nog nooit van gehoord. Milan Knol, Enzo Knol, David heeft het niet gezien, jij hebt het niet gezien. Het leven is volledig kut. Ja. Je hebt nu wel een idee wat er gaat gebeuren, hè? Nee. Echt, we hebben het net uitgelegd. Elke vrijdag beantwoorden vragen. Oh ja, op de telefoon van jullie. Dat zijn we sturken, toch? Sorry? Nee. Wie weet, de vragen bepalen alles. Nee. Oké, lees haar eerst nog. Oké, de eerste vraag. Oh, deze komt van Katja 1993. En zij vraagt aan ons... Oh, het is haar foto. Ze heeft een foto met een paard. Nou, Katja 1993, die vraagt aan ons... Als jullie buiten zijn, waar gaan jullie het liefst naartoe? Leuke vraag, Katja, sowieso. Dankjewel. Naar de supermarkt. Als ik buiten ben, dan ga ik het liefst naar het strand. Maar niet in de winter. Als het winter is, dan ga ik het liefst naar open vuur. Want dan heb ik het koud. Als het winter is, ga ik het liefst naar huis. En als het zomer is, ga ik het liefst naar huis. Marijs antwoord was echt wel het beste antwoord dat we ooit in een vraagje verder gegeven hebben. Ja, eigenlijk wel. Dit was een serieus goed antwoord. Wow. Ik zat ook zo van, wauw, ja. Het is keer niet de vraag, is Jordi gay? Is Rick? Is Rick grote piemel? Een serieus antwoord met inhoud. Dat is heel knap. Wow. Ik geef hem aan jou. Oké. Okay. Dan volgende. Danilo met 3 O's vraagt aan ons of wij ook hobby's hebben die te maken hebben met vieze dingen. Oh man, ja, ik moet zeggen, vroeger toen speelde ik veel in de modder, maar dat doe ik nu niet meer. Ik doe niet meer dat soort vieze dingen. Oké. Heb jij nu iets vies wat jij doet, Marije? Zeggen. Wat ik doe, wat dat vind jij gezegd, dat mag niemand weten eigenlijk. Ik doe wel vingerverven. Vingerverven? Zou ik elke een goed inhoudelijk antwoord geven? Ik was vandaag met mijn vriendin 's ochtends en ik was ontbijt aan het maken en ik was met de chocobals daar bezig en ik lik dat mes zo af en ik steek hem weer terug erin. En ze keek me echt zo aan van, dude, what the fuck doe jij? Het is fucking ranzig, er zijn allemaal bacteriën in die chocobasta pot, maar ja, goed, weet je. No one knows, nee, behalve precies. Heel YouTube. Nu weet heel YouTube het. Oh man. Oké, okay, jij mag de volgende vraag op. Bardo. Ja? Dat gaat gewoon hier. Dat gaat gewoon hier. Deze vraag gewoon voor. Hoe groot is je piemel? Oh, net zo groot als mijn ego. Oh. En dat is heel groot. Eigenlijk niet, dat is heel klein. Vincent, met een D, vraagt aan ons, hoeveel jaar denken jullie nog te leven te hebben? Ik ben nu 18. 70 jaar sowieso. 70? Ja, ik wil 88 worden. Ik zet mijne serieus en dat meen ik oprecht tussen de 30 en 40. Dat weet iedereen. Dat is een soort van Herman Brood idee van die when you're... Nee. Ja, maar dat weet iedereen, geloof ik. Bij Bardo Ellens weet je gewoon, die gast is heel vroeg dood. Ik ga niet 80 worden. Waarom niet? Wat heb je voor bullshit? Nou, wanneer heb ik voor het laatste salade gegeten? Ja, dan moet je naar mij vragen. Wanneer heb ik voor het laatste salade gegeten? Moet je die aan mij vragen? Ja, je vraagt dezelfde vraag aan mij. Stop vragen vrijdag. Maar hoe oud denk jij dat jij wordt dan? Ik hoop tegen de tijd dat ik bijna dood ga, dat ze dan gewoon iets fixen. Dat ze gewoon een spuit geven en dat ik gewoon kan door blijven leven. Ja, hoop geef dan. Ze de verkeerde spuit, ben je dood. Dat zou zuur zijn. Dat ik denk kunnen. Van, yes, yes. Oh, godverdomme. Voor de eeuwigheid. Ja. Oh, god. Nou, de volgende. Durf je nog aan? Nee. Oké, hier. De volgende, die komt van... CocoGamer83 en hij vraagt aan ons, welk videospel zouden jullie een keer willen maken? Heb jij een videospel dat je zou willen maken? Sims. Sims? Nee. Wat zou je verbeteren aan Sims? Oh, SMS. Oké, okay. Jongens. Belangrijk. Wat ik zou willen verbeteren aan Sims? De seks. Ik wou net hetzelfde zeggen, serieus. Ja. De seks daar is zo fucking goed. En je gaat, nee, juist niet. Je gaat, oh ja, of een kindje proberen te maken. Of, nee, maar het is toch zo van, dingen. Dat ze helemaal zo onder die dekens liggen. En dat ja, maar dat is niet blablabla, dan is het gewoon. En dan komen als we als het dat beter is. Uit het dekbed. En dan als ze zwanger zijn, is het. Je had vroeger toch zo'n hack dat je dat bed kon weghalen. Dat je kon zien, zeg maar, dat ze... Nou ja, raar op elkaar lag te...
Heb je dat nooit Denk het niet, ja, want misschien was dat ik mijn versie. Dat de programmeurs niet zoiets maken dat ze onder de dek... Dat weet jij niet. GTA had je ook gehad, Kavi. Ja, ik heb gezien hoe GTA 5... ik heb GTA niet zelf uitgespeeld, maar ik ben er wel bij geweest toen het uit werd gespeeld. Ik had namelijk een vriendje die 24/7 in bed lag. Dat is wel uit. Serieus? Ja, maar ik vond het wel gezien. En hij speelde liever met dat spel dan met jou. Ja, maar hij is wel lief. Ben je meer van films, games of muziek? Films. Films? Sowieso. Maar dan wel fantasie. Nee, ik heb een periode lang heb ik LOL gespeeld. Samen met Remco. Jezus, je bent gewoon in het verhaal. Wij vroegen bij en binnen jouw verhaal van liet je mijn telefoon bij vallen. En ja, Jury, ik liet je telefoon eigenlijk bij vallen. Godverdomme. Nog één keer je verhaal. Nee. Jawel, je hebt de... Lief, lees, heb ik met jou gespeeld. Ja, noem je mij ik had een periode dat ik met Remy en Remco en met Jury en zo in een Skype gesprek zat. En toen gingen we altijd League of Legends doen. Dat deden we ook wel met David en met Gevee. Maar op een of andere manier werd ik maar niet beter. Nee. Iedereen op fucking hoge levels en ik bleef op level 11. Vroeger was ik zo verslaafd aan Halo. Ik ook, wie niet? Ik heb echt zoveel ik geld zeggen, besteed. Voor het eerst in mijn leven heb ik een gepaste Halo grap kunnen maken vandaag. Wat was dat weer? Ja, kijk, Marije liep de kamer uit. Jij was het niet. Oh, ja. Ja, zij liep de kamer uit en ze zei tegen ons... Hey, jongens, willen jullie wat meubels? Wauw. Dat is een soort van bitcoin eigenlijk, AC-banken. Bitcoin, ken je dat niet? Nee. Dat was een soort van valuta in Habbo. Gewoon die niet bestond, maar waar je wel mee kon betalen. Maar hebben jullie op Habbo ook wel eens geprobeerd om zeg maar dan ook met die sterretjes van... Ik kreeg niet zo'n boek uit, het sterretje. Ja. Ik had één keer, toen was ik 9 of 7, vond ik dat wel spannend. En toen had ik een vriendje op Habbo en toen zei mijn moeder... Ja, maar hij moet eten! En toen wilde ik niet, dat was niet zo online. Toen ging ik een beetje dingen doen op Habbo. Echt waar? Dat heb ik wel gedaan met Second Life, en daar kun je alles doen. Maar nu, ik ben heel veel benieuwd, want jij hebt sowieso een vrouwenaccount aangemaakt en je hebt de jongen versierd. Nooit? Nee. Ik heb dat wel gedaan, maar heb jij je mannenaccount aangemaakt en een meisje versierd ooit? Ik had wel echt super veel Habbo-accounts, maar volgens mij heb ik nooit echt een jongen gemaakt. Hè? Nooit? Nee. Want heel veel jongens doen zich altijd voor als vrouwen op internet. Ja, maar vrouwen doen zich niet voor als mannen. Waarom zou je als vrouw een man... Zie jij Jordi als vrouw op internet? Ja. Ja. In elke video. Jordi? Ja, dat is... Wil je niet weten. Hoe zeg je dat? Zeg maar Erikos, maar dan gayer. Maar Erikos is niet. Ja, Erikos is ook bijna hetero. Het verbaast me ook dat hij homo was. Maar als je Jordi ziet, dan ruik je al dat hij homo is. Dan, je ziet het aan alles. Dat is onze Jordi van Banjo Town. Jordi. Yay! En één feitje over Jordi, dat is heel belangrijk. Ja. Niemand mag Jordi. Oh, nou. En hij is zit hij bij ons in die groepschat? Ja. Ja. Die ene die net is toegevoegd? Ja. Dan mag ik hem inderdaad ook niet. Nee, ik vind hem ook... Wat vind je van Jordi wat je ziet in de groeps? Wat moet ik even uitleggen? We hebben een groeps WhatsApp met allemaal YouTubers erin. En ik heb van de week voor het eerst Jordi, Rick en Vincent toegevoegd. Ja, waarom? En, wat vind je van Jordi? Wat vond je van het filmpje dat hij erin zette? De eerste keer dat hij erbij zat. Dat hij in de auto zat. Ja, dat hij... Hij zat in de auto en dan ging hij... Zonder shirt ging hij zo uit het raam zo. Zullen we de video afsluiten? Ja, laten we dat vooral doen. Geef vooral een groen duimpje, net zo groen als een AC-bank. Ja! Kom je er nu pas achter dat het blauwe duimpjes zijn. Oh, maar ik heb allemaal troons.